Misschien moet ik een beetje nauwer dan. Ja, er is er iemand niet en we hebben foute schoenen mee. We beginnen al mee. Oh. Chic, hè? Ja, dat zie ik, man. Nou, het is hier net een hotel, joh. Nee. Niks. Hè? Niks. Mooi, hè? Begin september, het is prachtig weer in de Noordzee. 2 à 3 boven ons. De OD1 die vist de beste verscheveningen, zo'n 20 à 30 mijl uit de kust. Ze vissen op een diepte tussen de 30 en de 40 meter. Komt door de variatie van de bodem. Het schip is een zogenaamde boomvormkommer. Een lengte van 42,3 meter, 8,5 meter breed en een diepgang van 5,5 meter. Netten moeten zo snel als mogelijk weer in het water, zodat de boot weer kan gaan vissen. De netten slepen uitsluitend over de bodem. Er wordt gevist op platvis, zoals schol, tong, schaar en taarbot. The stones, they're the heart.
Europese Visserijraad heeft vastgesteld welke hoeveelheden vis de lidstaten van de EU en Noorwegen in 2002 mogen vangen. De tak is de totaal toegestaande vangst. Voor tong 16.000 ton, dat was 19.000 ton. Haring gelijk. Schol 77.000 ton, dat was 78.000 ton. Kabeljauw 49.000 ton, dat was 48.000 ton. De totale vangsten worden bepaald door een groep van internationale biologen. In 2002 mag er 16.000 ton worden gevangen. Het Nederlandse aandeel is hierin 75%. Daarmee komt het Nederlandse kwotum uit op 12.000 ton voor 2002. Binnen de 12-mijlzone vissen de zogenaamde Eurokotters. Deze hebben een motorvermogen van maximaal 300 pk. Zwaardere schepen mogen niet vissen binnen deze zone. Schepen van dit type, de boomkorfkotters waar we nu op varen, moeten buiten deze zone vissen. Kijken hoe het ijs gemaakt wordt. Deze plakjes. Dit is de inktvis. De krabben. Kabeljauw. How can life be what you want it to be? You're frozen. Tarbots. When your heart's on. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken. We gaan een kijkje nemen in de machinekamer. Nou, het zijn mijn benieuwd. De oordoppen blijken niet voor niets te zijn geweest. Het is een vreselijke kabaal dat zit hier. Hier zitten de inblaasventilatoren die zorgen voor de koeling. Hier nemen we een kijkje bij de aggregaat. Die zorgt voor de stroomvoorziening op het schip. Dat levert zo'n 380 volt. Adriaan die geeft aan de paalbuis van de brandstof.
Je kan je visueel zien hoe het brood op de vlees aan het zijn. Dit is de motor, 2000 pk Deutsch. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you
wat gebeurt op de Noordzee. Daar waren een stormwaarschuwing, veiligheidsbericht. Dus er staat er een man overboord, wat dan ook. Het komt allemaal op een rol te staan. En, komt direct binnen bij je. Komt allemaal direct binnen. Hier heb je een fax via de satelliet. Ja? Deze telefoon is ook via een fax via de satelliet, zeg maar. Ja? Dit is een normale autotelefoon. Maar die heb je normaal nog geen bereiking. Nee, je hebt geen bereiking. Nee, als ik dan normaal wel een pak deze. Of ik pak deze in de brug staan. Hier in de brug heb ik er ook nog eens staan. Dat kon gebeuren. Dus hier kun je berichten mee verzenden. Ja? Dus als jij een fax hebt, dan kan ik zo'n berichtje naar je toe verzenden. En jij kunt zo weer een berichtje naar mij terugzenden. En dan komt het hier weer automatisch op de fax. En dan rolt hij dat automatisch eruit. Ja, de satelliet. Dit is dan ook een satelliettelefoon. Zou dat toch vroeger de UHF of zo? Of hebben ze dat nog steeds? Of ja, dat kan tegenwoordig niet meer. Vroeger kon je via de kust van bellen. Ja? Maar dat kan niet meer. Oh, dat kan helemaal niet meer. Nee, dat kan niet meer. Dus vroeger kon je via Scheveningen radio bellen. Ja? Is dat over? Is dat ouderwets? Of? Nee, dat wist er niet meer. Iedereen heeft een satelliet aan boord. Waar zitten we nou, Krijn? De Westen Scheveningen dan. En hier heb je de Engelse kant. Dat is de Engelse kant. Die zit een beetje half vanwege dan. Kijk, nu kun je dat beter zien. Kijk, al die stippen zijn allemaal wrakken. Ja, die staan er tussendoor. Het zijn allemaal wrakken. Niet gezien heb. En het is slecht weer en ik geef ineens een rug. Dat is een gasleiding. Ja, het zijn twee leidings. Die liggen zo vlak naast elkaar. Je kan het ook voelen als je er overheen komt. Dan schud je even zo. Dan ga jij met je tuigen over de gasleiding. Ja, normaal wordt die ingegraven te zitten. Ja. Waardoor de stroming op de Noordzee. Dan raak je die buizen ook wel eens zelf. Dat kan ook worden, dat is op zich geen probleem. Wij hebben daar meer problemen mee als die leiding zelf. Maar heb je dan een slechte vislijn waar je te lang mee doet, waar je te zuinig mee bent, dan kan die lijn breken. Dan ben je het tuig kwijt. Ben je het tuig kwijt? Ja, dus dan moet je gaan dragen. Dan doe je een draag aan de vislijn en dan ga je net zo lang krijgen dat je het tuig gaat. Ja. Je kan ook weer met de hand sturen, dan kun je hiermee sturen. Nou, met de joystick. Ben je jou? Zit er een hand? Graniet die opgevist zijn, worden weer overboord gezet. Hier zit een staalkabel in het net. Het toeval wil dat beide netten beschadigd.
met een enorme staalkabel in dat stuk. Wij dachten we dat we er waren, dan zat er hier weer een gat in. Kijk, Harm, die maakt er zomaar weer een nieuw netje van, hè? Nou, nieuw. Ja, nieuw, maar kijk hoe dat is toch netjes? Zo. Breiwerkje. Breiwerkje. Nog een stuk staal. Lekker aan het maken, Aron. Speklappen. Even bij in de pan kijken, hoor. Ja, dan laat die roggen zien. We hebben nog een rog gevangen vandaag. Goh, wat eens kijken, ja. Goh, dat is een mooie vis, ik zeg. Ja. Graag, de twee. Draai maar eens om. Ja. Mooie vis, zeg. Prachtig. Hey, en wat heb ik nou niet laten zien wat we veel ontvangen? Steenbolk. Ja. Whiting. Ja. Bot. Ja. Karbot. Ja. Griet. Ja. Inkvis. Inkvis. Krab. En bulletjes. Kleine oranje visjes. Ja. Wat is dit, ja? Tarbot. Ja.
Visserman is een zwaar beroep, 's nachts doorwerken in regen, wind en vrieskou. In 1998 en 1999 hebben 480 vissermannen de Kottervloot verlaten, vanwege de saneringen en de enorme kosten die de schippers moeten maken. Velen kunnen amper het hoofd boven water houden. In 1999 had een boomkorkotter een 500.000 aan gasoliekosten per jaar. In 2000 was dit bijna het dubbele en er stonden geen extra inkomsten tegenover. Thank you.
Serieus? Ja. Ja, dat is leuk. Dat doe ik. Sorteer op maat. Sorteer op maat. Ja. Dat is ongeveer, denk ik. Twee is lekker. Ja, dat is weer dan. Dat maakt niet uit hoe je doet. Je gaat ook. Hij heeft van de school, die merk ik verleden van. Dan zou ik zeggen, je moet terug naar school. kijk, dat hoor je het eens, hè? Dat hoor je het eens. En je moet er 5. Ja, was het toch leuk? Ja,
Jongen. Altijd. Eén vis.